SVVV, de cool, de club, de kleuren. Hallo en welkom bij VVV TV. In deze aflevering Jules Rijmerink, de buitenspeler die afgelopen zomer overkwam van Energie Cottbus, maar uit de jeugdopleiding komt van de tegenstander van zondag FC Twente. Ook namen we een kijkje bij diverse fanactiviteiten en de bingo-vraag van deze week is voor Marcel Sijp. En hij gaat antwoord geven op de vraag van Niki Maempa. Uiteraard ook een voorbeschouwing op de wedstrijd die VVV zondag in eigen huis speelt tegen FC Twente. Maar we gaan eerst even kijken naar de hoogtepunten uit de wedstrijd die VVV afgelopen week speelde tegen PEC Zwolle. Benson, daar is hij langs. Benson, en daar is hij ook langs. Geweldige goal, Fred Benson. Mogelijkheid voor de gelijkmaker, de bal vliegt naast. Geschoten door Linssen met buitenkant rechts. Krijgt hij de bal wel langs Boer, maar ook langs de verkeerde kant van de paal. Oh, wat een vrije kopkans voor Van der Werf. Die zorgt bijna vlak voor rust nog voor 0-2. Pluim. Benson. Het is beslist, denk ik. Benson. Nou, of het beslist is, dat weet ik niet. Maar dat PEC op 2-0 komt, dat staat vast. Linssen. Oh, dan kan hij er bijna zo in via Ascente die de bal van richting verandert. De wedstrijd eindigt dus in 0-2 voor PEC Zwolle. De zesde nederlaag op rij voor VVV. En dat was na de goede wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord toch wel een grote teleurstelling. Als je bij Feyenoord bij Vlaag eigenlijk Feyenoord wegspeelt en dat vandaag niet kan opbrengen of niet kan doen, dan is dat natuurlijk een kwalijke zaak, denk ik. Dit was wel een wedstrijd waar we van dachten we moeten winnen. We hebben vorige week goed gespeeld en we dachten dat we dat mee konden nemen hier naartoe. En we hebben ook gewoon een goede trainingsweek achter de rug. En ja, dan krijg je zo'n wedstrijd. Vandaag komt het niet eruit. En ja, dat is gebrek aan concentratie, aan strijdlust en dat soort dingen. Want ja, daar begint het bij om goed te kunnen voetballen. PEC Zwolle zet met de 3 punten een goede stap richting rechtstreekse handhaving. VVV moet naar beneden blijven kijken. En moest dus afwachten wat Willem II zondag zou doen op bezoek bij Heerenveen. Hun hebben niks meer te verliezen en als ze nou winnen dan komen ze op 2 punten en dan wordt het natuurlijk voor ons lastig. En we moeten nou maar hopen dat ze daar gewoon verliezen en blijven verliezen, zodat wij in ieder geval dat ze niet dichter bij ons komen. Maar ja, uiteindelijk moeten we het toch zelf doen, dus we houden het wel in de gaten, maar we zien het wel. Gelukkig voor VVV verloor Willem II met 2-3 en dus blijft het gat 5 punten in het voordeel van VVV. Zondag opnieuw een thuiswedstrijd als de nummer 5 FC Twente op bezoek komt in de Kool. Een pittige wedstrijd dus, maar vorig seizoen bleven de 3 punten in Venlo. Vroeg voor de eerste keer en wie schiet hem binnen? En 2-2. Dit balletje is goed genoeg voor 3-2. Uchebo, zo! Eens kijken of het de mannen van Ton Lokhoff ook dit seizoen weer lukt. Zometeen meer over de wedstrijd tegen FC Twente. Maar we gaan eerst kijken naar het korte VVV-nieuws. We beginnen het nieuws met Girino Leka Tompessi. De assistenttrainer van VVV Helmond Sport onder 17 verblijft momenteel in Nigeria om met oud-voetballer Nwankwo Kanu voetbalkampen te verzorgen. Samen met enkele andere trainers uit de Nederlanden en Engeland verblijft hij 2 weken in het Afrikaanse land. En naast trainingen verzorgen ze ook workshops en presentaties om de Europese manier van werken over te brengen. Een paar van VVV's jongste fans, de Cool Kids, waren vorige week speciale gasten bij de Kids University for Cooking. Het doel van de university is om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met gezonde voeding. Het is heel belangrijk dat kinderen gezond eten. Uiteindelijk is ons doel een gezond kind in een gezonde wereld. Ja, dan moet je bij de kinderen beginnen. En uiteindelijk, als de kinderen het lekker vinden, dan gaat het ook de mond in. En uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat als ze het zelf maken, dat ze het ook lekker zelf gaan opeten.
Nog meer fanactiviteiten. Woensdag na de training ging een deel van de selectie gamen bij een van de VVV-sponsors. In de winkel konden supporters het tegen de spelers opnemen tijdens het potje FIFA. En terwijl de spelers aan het gamen waren, sloeg Ton Lokhoff met enkele sponsors een balletje op de golfbaan. In het heerlijke zonnetje op de golfbaan in Herkenbosch zagen we ook oud-PSV'er Willy van der Kerkhof. En terwijl Van der Kerkhof en Lokhoff op de green een balletje slaan, helpen Brian Linssen en Niels Fleuren mee bij de clinic voor beginners. Het is toch weer een goede bal. Laatste bal gevuld. En dus rijst bij ons de vraag, wat hebben voetballers nou eigenlijk met golf? Goeie put. Voetballers zijn nou eenmaal competitief ingesteld en die houden van balspelen. Al is dit balletje iets kleiner dan een normale voetbal, maar dit is leuk. Ja, lekker rondje lopen. Ik zag dat ze ook nog een eigen caddy had meegenomen. Had ik gevraagd aan Wim Jacobs, maar hij zegt draag ik dat zelf maar in. Gelijk heeft hij. Dank je wel, succes. Oké, dank je. Dit zijn de benen van Jules Rijmerink. De dit seizoen veel geplaagde benen van Jules Rijmerink om precies te zijn. Sinds zijn komst in de zomer van Energie Cottbus kampte hij bij VVV vooral met blessures. Eerst was het zijn lies, daarna zijn enkel en vervolgens zijn knie. En mede daardoor speelde hij pas één wedstrijd voor VVV. Maar nu is hij weer helemaal hersteld en op de weg terug. Het gaat wel goed, vooral de laatste weken. Ik heb in het begin moeite gehad met mijn vorm. Toen ik in januari weer begon met trainen, toen ik toch een half jaar geblesseerd ben geweest, had ik toch moeite mijn vorm weer terug te vinden. En ik heb het gevoel dat de laatste weken dat het wel beter gaat. Helemaal fit nu weer? Ja, zeker. Helemaal fit dus, maar niet spelend. Tenminste, niet in het eerste. Hij speelt zijn wedstrijdjes op maandagavond met Jong VVV. En daar vindt hij langzaam zijn oude vorm terug. En de laatste week gaat het weer beter. Ik heb, in het begin ging het ook heel goed. Toen heb ik een periode gehad dat het ietsje minder ging. En nou de laatste 3-4 wedstrijden dat ik kan wel kunnen zeggen dat ik weer stappen aan het maken ben. Ja. Maar het is absoluut niet waarvoor je naar Venlo bent gekomen natuurlijk. Nee, dat zeker niet. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. En dat is nu allemaal gebeurd. Ik kan nu alleen nog maar naar voren kijken en mijn best blijven doen. Een mislukt eerste seizoen. Zo mogen we het toch wel noemen. Maar toch wil hij niet alles gooien op de blessures. En dat hij pas één wedstrijd speelde, wijt hij dan ook vooral aan zichzelf. Ik heb in het begin een beetje moeite gehad. Ik kwam ook, was natuurlijk allemaal mijn eigen schuld, maar ik was soms wel eens teleurgesteld dat ik er niet bij zat. En dan heb je wel eens het gevoel van shit. Maar dat was natuurlijk allemaal bij mezelf, dat was mijn grote fout. En daar heb ik een gesprek over gehad met de trainers. En daar is toen uitgekomen dat ze nog steeds met je zitten en dat ik me gewoon mijn uiterste best moet doen. En dan komt mijn kans vanzelf. Of die kans er dan daadwerkelijk komt, is natuurlijk aan de trainer. Dus kijk hoe die denkt over de kansen van Rijmerink. Jules is natuurlijk heel lang uit geweest en het is heel vervelend en is nu wel op de weg terug, ook zijn wedstrijd in de tweede. Alleen, ik mag er ook maar 11 op stellen, maar iedereen die fit is, die meetraint en dat zijn ze op het moment allemaal, ja, die maken een kans natuurlijk. Kansen heeft hij dus, maar die moet er dan wel snel komen met nog maar 4 competitiewedstrijden en misschien nog een paar playoff wedstrijden. Maar in die wedstrijden hoopt Rijmerink dan toch nog belangrijk te kunnen zijn voor VVV. Ja, ik heb voor mezelf gezegd van, kijk, de komende 4 wedstrijden zijn nog wel belangrijk, maar de play-offs zijn natuurlijk uitermate belangrijk. En als je daar nog heel belangrijk kunt zijn met een doelpunt of met een assist, dan is voor mij het seizoen geslaagd, als je het zo mag zeggen. Dus dan is het vanaf volgend seizoen gewoon de eerste training, volle 100% fit, weer opnieuw beginnen en voor mijn kans vechten. En dan maar hopen. Dat het dan volgend seizoen beter gaat, want de echte Jules Rijmerink heb ik volgens mij nog niet gezien. Nee, die hebben ze zeker nog niet gezien, maar dat kan snel komen. Misschien al aankomende zondag tegen Twente, wie weet. Vorige week haalde onze keeper Nicky Maempa nummer 19 eruit. En het is natuurlijk die spijkerharde verdediger overgekomen uit Engeland. Marcel Saïd. We gaan eens even kijken naar de vraag van Nicky aan Marcel. De vraag is, wordt het nu tijd om echt kapper te gaan? Ja, dat is wel grappig dat hij dat vraagt. Want het was ook nog Sainz van Dozen die ik even wou proberen. Ik zag dat Nicky daar goed mee overweg kon. Ik denk dat ga ik ook even proberen. Dat scheelt me weer een tientje aan de kapperskosten. Maar dat ging niet helemaal goed. Dus dat doet Nicky wel heel goed, moet ik zeggen. Dus daar kan ik nog van leren. Maar ik heb toch de volgende keer ben ik even langs de kapper geweest. Wat ging er fout?
Ik heb even een stukje van mijn haar helemaal meegenomen. Dat zag er niet heel best uit. Volgens mij hebben we er nog een mooie foto van. Ja, dat klopt. Die heb ik zelf ook nog gepubliceerd. En mijn vrouw die heeft hem ook heel snel op internet laten zien. Nou, jij mag draaien. Dank je. Ja, niet heel veel keuze meer. Wie komt eruit? Nummer 15, dat is Bergkamp. Denk maar even na over een vraag dan voor Roland. Oké. Okay. Nou, de vraag voor Bergkamp. Als ik zo naar je kijk, dan ben je echt een dikke beer, groot, sterk. Hè? Maar ik heb toch het idee, als ik hier een beetje rondkijk, dan word je een beetje gepest, denk ik. Hoe komt dat? Hoe laat je een beetje met je sollen? Is het echt zo erg? Ja, dat als ik eens een beetje kijk en hij doet ook niks terug, weet je wel. Het is echt zo'n lieve knuffelbeer. Dat bedoel ik. Ja, daarom. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, dus, volgende week Roland Bergkamp. Jules Rijmerink, die we net zagen, speelt zondag overigens tegen de club waar hij zijn jeugdopleiding doorliep, FC Twente. En hetzelfde geldt ook voor Niels Reusler, die officieel ook nog onder contract staat in Enschede. We zagen eerder in de uitzending al dat VVV vorig seizoen met 4-2 won van Twente. Het was één van de drie overwinningen van VVV in 14 onderlinge ontmoetingen. 6 keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel, 5 keer won FC Twente. VVV moet zondag proberen om de negatieve spiraal van de afgelopen weken te doorbreken. 6 wedstrijden op rij gingen verloren. Om uit dat dal te komen voerde de trainer afgelopen week individuele gesprekken met de spelers. En die gingen over... Niet over het weer of over de vogels. Nee, dat gaat over voetbal. Over de manier van, ja, dat het toch wisselvallig is. De ene week krijg je de complimenten en de andere week niet. Alleen uiteindelijk telt het resultaat. Dus we zullen wat dat betreft meer gefocust moeten zijn op het resultaat. Zonder misschien het andere uit het oog te verliezen. Maar daar gaat het om. Zeker in deze fase van de competitie. Daar hebben we over gesproken dat we wel met z'n allen tot het gaatje moeten gaan. En dat geldt voor staf, voor spelers, voor iedereen. Om datgene te bereiken. En dan zullen we veel offers moeten brengen. Offers brengen, maar vooral ook een keer een balletje in het net schieten. Tegen PEC Zwolle gebeurde dat opnieuw niet. Daar werd de afgelopen week dan ook flink op getraind. Kleine partijspellen, doelen dicht bij elkaar en maar scoren. Tenminste, dat was de bedoeling. Want echt veel gescoord werd er op de training ook niet. Lekker blauw. Ah, maar ik vind dat jij het nu een beetje... Ik weet niet of je de beelden van hebt of je laat alleen de kansen, de gemiste kansen zien. Ja, dat kan ook. Nou, nee. Zo flauw zou niet zijn, trainer. Er ging inderdaad ook wel eens een balletje in. Zoals deze twee van Yannick Wildschut. Maar toch waren de doelpunten schaarst op de training. Maar dat het netje überhaupt werd gevonden, stemde de trainer tevreden. Ik heb vandaag veel bal op goal gezien. Ik heb bal naast me, ik heb ook heel veel inzien gaan. En logisch, iedereen wil die goal maken. Dat is logisch, dat wil de speler, dat wil de supporters, dat wil iedereen. En dat gaat ook een keer gebeuren. Dat is een ding wat 100% zeker is. En daarom probeer je de spelers in ieder geval wel de vertrouwen in te geven. Dat je, als je zondag die kansen krijgt, dat je afmaakt. Laten we het hopen. En misschien dat VVV dan ook eindelijk weer zijn wedstrijd kan winnen. Want de laatste keer is alweer bijna 2 maanden geleden. De wedstrijd in de koel tussen VVV en FC Twente begint zondag om 12:30. Kaarten zijn te koop via de online ticketshop en in het fancenter. Op de wedstrijddag zijn de kassa's gesloten. En voor wie niet meer weet hoe een overwinning van VVV er ook wel uitziet, dit was de laatste keer dat VVV won. Op 23 februari tegen RKC. Is het Sijp die het laatste zetje geeft en komt VVV tegen de Vouding in een voorsprong. Bedankt voor het kijken en graag tot volgende week. Het is afgelopen. VVV wint.